We staan hier voor het gemeentehuis in Geldermalsen, waar woensdagavond 16 december het een en ander behoorlijk misging. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Er zijn hier hele ernstige dingen gebeurd. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, het heeft denk ik wel een hoop mensen geschokt wat hier gisteren aan het gebeurt. Het is natuurlijk ongekend, ook misschien wel op Nederlandse schaal. Er waren ook wel wat relletjesachtige dingen in Steenbergen. Maar ook kennelijk volgens de media is dit toch wel echt wel uitzonderlijk. En ja, die siddering voel je wel door het dorp gaan. Ja, en hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou, dat komt met name door de druk die het gemeentebestuur heeft uitgeoefend om het heel snel te willen beslissen. Om niet op allerlei vragen antwoorden te hebben. En dan voelen mensen, ja, die voelen dan allemaal spanningen opborrelen van dit kan niet waar zijn. En dat, ja, dat brengt dan allemaal gedoe met zich mee. Ja, dus als de raad wat meer tijd had genomen, had dit wellicht voorkomen kunnen worden? Nou, dan had er in ieder geval ruimte geweest meer voor een gesprek. Hè. Nu krijgen mensen eenmalig, eenzijdig de kans om in te spreken, maar ze hebben verder geen invloed. Het is allemaal gehaast, heel veel onduidelijk, heel veel vragen die er zijn. Dat wil niet zeggen dat er mensen nog steeds tegen zouden zijn op een later moment, maar of je dan echt dit soort incidenten zou hebben, dat weet ik niet. En hoe nu verder? Nou ja, de burgemeester heeft vanochtend verklaard dat we voor de jaarwisseling eigenlijk niks meer horen. En dat het dan maar weer in januari wordt bekeken. Wat ik zelf een beetje teleurstellend vind. Omdat ik denk dat er dan zoiets belangrijks is gebeurd. Dat moet je ook bespreken. Van jongens, wat is hier nou gebeurd? Zonder dat je heel snel nu een keuze gaat maken, ja, wel of geen AZC. Je moet eigenlijk wel bespreken, wat is hier nou gebeurd? Wie legt hier nou verantwoording over af? En ook, hoe gaan we een proces inzetten voor de komende tijd? Van waar die snelheid? Waarom moet dit allemaal zo snel beslist gaan worden? Ja, ik denk dat heel veel inwoners dat ook niet begrijpen. Want die denken toch ook van dit is een besluit met heel veel impact. Laten we daar het even goed met elkaar over hebben. Maar ja, de burgemeester zelf heeft aangegeven. We moeten heel snel beslissen. Want anders gaat het COA naar een andere gemeente. Waarvan ik denk, nou, als die andere gemeenten er kennelijk wel zijn. Waarom moet het dan zo gehaast hier? Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel berichten nu verschenen. Dat het gaat om grondexploitatie. En om om 25 miljoen winst die geboekt zou kunnen worden. Het gaat gewoon over geld. Nou, ik denk, daar gaat het natuurlijk niet alleen over. Maar het is ook een element en het is ook gewoon genoemd. Ook door het gemeentebestuur. Dus, en het is ook een argument. Maar het kan natuurlijk nooit zijn dat je zo'n ingrijpend besluit voor een samenleving alleen op basis van geld neemt. En dat zet wel weer een hoop woede in het spel. Wat is uw persoonlijke mening over wat er hier gebeurt en wat er gaat gebeuren? Nou, het plan voor een AZC is op zichzelf zeer bespreekbaar. Ik vind het ook heel goed. Je moet ook ruimte geven aan vluchtelingen. En ik denk ook dat de meerderheid op het dorp dat wil. Alleen, je kan dat niet door de strot douwen, allemaal vragen, niet weten, geen antwoorden. En beginnen met de stelling, het komt er. En dan, we zien wel hoe we het oplossen. Dat werkt niet. En daar heeft het college denk ik een grote fout gemaakt om dat echt door te rammen. Dat schiet, en de coalitiepartij heeft dat de snelle pijnmethodiek genoemd. Nou, dat is niet te doen. En daar ik denk, komt ook een stuk agressie vandaan uit de bevolking. Ja, want het schijnen echt inwoners van gemeente Geldermalsen te zijn, hè? Ja, die voor die onrust hebben gezorgd. Dat hebben we vanochtend dan ook vernomen, dat het 90% eigen volk is. Nou ja, dat is dan zo. En dat zet nog meer druk op het dossier, denk ik. Want als het nou inderdaad voetbalhooligans van buiten zijn, kan je nog zeggen, ja, dat zijn die eikels van buiten de gemeente en wij gaan hier gewoon door. Maar we hebben hier ook echt te maken met een intern probleem.
En dat moet zo snel mogelijk opgelost worden natuurlijk. Dat moet je zo snel mogelijk oplossen. En dan moet je niet zeggen, nou dat gaan we over een maand dan wel zien. Ik vind dat die gemeenteraad dan ook moet zeggen, jongens, we vegen de agenda volgende week schoon. En we gaan gewoon hier het over hebben met elkaar. Ook over het proces en over hoe wij hier als samenleving mee omgaan.